Hey, nee, vreedzak. Ah, Pip. Sam. Ja, die is een kijk, Sam. We gaan doen alsof Sam de kerstman is. Moet je kijken, hij heeft ook een kerstman. Hij rijdt net de echte kerstman, alleen wel geschoren. Ja, het is de kersttijd. Superleuke tijd. Het is nu 12:30, dus dan komen de kinderen terug van school. En we hebben een hele speciale gast vandaag zo bij ons die gezellig vanmiddag komt. Ik hoor al rommelers, volgens mij zijn ze de jas aan het uittrekken. Ja, daar komen ze aan hoor. Het is de kersttijd. We gaan gewoon even gezellig met z'n allen wat eten. Gewoon gezellig doen, even computerspelletjes spelen. We hebben een heel leuk spel gekregen, Paw Patrol. Voor de Switch, die gaan we spelen. Kijk, maar daar komen ze aan hoor. Daar komen ze aan. Hier, dit is Jesse, dit is Sam, maar jongens. Wie is dit meisje? Sarah. En wie is Sarah? Dat is mijn vriendin waar ik verliefd op ben. Oh, en ben je ook een beetje verliefd op Jesse? Ja. Gaan jullie maar kussen? We gaan ze nou kussen. Hey, wat leuk dat je er bent, Sarah. Ja. Hey, het is kersttijd, we gaan gewoon even lekker zelf doen. We gaan even lekker. Oh, even lekker. Pim gaat helemaal los. Oké, Sam, jij wil graag de worstenbroodjes in de oven gooien? Nou, doe er maar. Nee. Gaat zitten. Sam! Dat is even normaal, man. Ja. Ook gooien? Nee, gewoon geven. Ook gooien, grappig maar. Ja. Zo. We hebben ooit een keer een vlog gemaakt waarin jij de speenweg ging doen, hè? En nu is het tijd dat Pip de speenweg doet. Dus over 2 weken, als onze kerstvakantie voorbij is, dan gaan we de speenweg gaan doen voor Pip. Wat denk je, gaat Pip het goed doen of gaat ze veel huilen? Wat denk jij, gaat Pip veel huilen of gaat zij... Huilen. Huilen. Ja, we hebben lekker vertrouwen in zusje. Jesse doet weer een swish hoor. Wat zal ik in? Samen kan je ook de swish, hè? Of niet? Ja? Oh. Ja, oh. Woe. Zo, dat gaat lekker. En met z'n allen, yay! Yeah. Sarah, jij zei net wat. Wat zei jij? Ik kan de split. Ben jij de split? Nou, laat het zien dan. Oh, jongens. Kijk. Jezus. Ik heb dan een switch. De switch en... Kijk dan. De switch en de split door elkaar heen. Nou ja, Jesse. Moet je kijken hoe zij haar benen heeft. Kan jij dat ook? Ik heb dat ook. Pip die gaat in principe maken. Dat was een trainer van Pip. Jesse en Sam, ik had trouwens nog iets van een PR-bureau gekregen. En ik heb er even in gekeken, maar dit is toevallig iets waarvan ik weet dat jullie dit heel erg leuk vinden. Gaan we eens even kijken. Zijn het die de beren? Ja, die ijsbeer. Oh, die heb ik nog niet geschoten. Oh, die gaan we zo direct ophangen in de kerstboom. Oh, rood. Een pen? Ja, nou die... Wat is dit? Oh, Pip. Pip die denkt, ik zie weer chocola. Wat is dit? Dit is een brief. Ga maar open, wat staat erin? En wat is dat? Een trein! Oh, kijk eens. Hey, je hebt één voor mij. Jongens, wat kennen jullie dit? Dit is allergisch voor pindas. Oké. Is dat een televisie of zo? Want ik ken dat niet nog. Ja. Oké. Ja, jij hebt gewoon chocola. Je bent een echte vrouw, jij. Lees jou ook chocola? Ja. Ja? Dan moeten jullie chocola samen delen. En deze op een meisje verliefd. En een mooie kaart. Oh, wat doen we? Papa, en ja? Deze is op een meisje verliefd. Oh ja, dan ben je eigenlijk een beetje jij. Dus kijk, dit is Jesse. En dat meisje. Wie is het meisje dan? Jesse! Dat is de mijn. Ik ben Sam. Oh ja, jij bent deze. Ja, maar die gekke bek die grote. Deze is de mijn. Nee, ik ben eigenlijk deze. Oh. Wat zeg je, Pim? Moet die open? Ja. Ja, en Sarah zijn nog heel even de zuurstok in de kerstboom hangen? Ik heb het al lang. Nee, de kerstboom flikker bijna om. Zo. Yes. Nou, Pim, doe het open. Kijk, Jesse die wil alleen maar zijn dakboek open, maar Sarah die wil gewoon stoeien. Jesse! Goed zo, Sarah. Ik pak hem
Hij is stuk. Dan komt tot de duimpjes, we gaan eten! Wat eten? We gaan zo'n sussenbroodjes eten. Nou, volgens mij is het wel duidelijk. Dus het boekje die is voor Jesse. Sam, kom eens even staan. Laat ze even de achterkant zien. Oh, wat super Jesse. Wat is het? Ik kom mijn boek af. Wat zijn jouw boek af? Maar zo leren, zo zijn vrouwen Jesse. Dat is vrouwen, dat is mijn mama ook. Die pakt ook van alles van mij af. Pipje, oh, Pipje wil jullie gaan. En voor Jesse en Sarah, Lucie. Die ook nog. Mooier, Pip. Wat ziet met die kitchen eruit, Pip. Jezus. Pip, doe je zo. Pip. Sarah kan dat vast heel goed. Hoe doet een ballerina? Nou, we hebben twee ballerina meisjes hier in huis. Oh, en een... Sam! Jesse, kijk Sam! Sam, doe uit alsjeblieft, hé! Ja, laat zien. Oh, wat mooi, hoor. Jullie moeten een voorstelling geven. Applaus voor jezelf! We hadden vorig jaar hebben we ook mensen random gebeld om een vrolijk kerstfeest te wensen. En Sam had nu als idee om Tarek kennen jullie misschien wel van de vlog waarin we naar het verlaten gebouw gingen. Ja. Waarin we naar het verlaten gebouw gingen. En die gaan we nu pranken. We gaan doen alsof Sam de kerstman is. Moet je kijken, hij heeft ook een kerstman. Hij lijkt net de echte kerstman, alleen wel geschoren. Wil je ook een echte kerstman hebben? Nee, zit maar aan de kijk van... Dus we gaan hem nu bellen. We hebben onbekend nummer. Dan gaan we iets zeggen van... Oh, telefoon van ons. Gaan we iets zeggen van... Hey, ik ben de kerstman en... Ben je wel een beetje lief geweest? Nou, volgens mij niet. Je bent stout en je krijgt een cadeautje zo. Ja. Oké, nou daar gaan we. Ik moet elke keer. Niet zeggen wat ze aan het doen. Kom. Hallo. Hallo. Jij bent stout de week. Huh? Jij bent stout de week. Wie ben jij? Ik ben een kerstman. Fijn. Je hebt een stout en wij heel stout. Hij heeft opgehangen, jongens. Hij heeft opgehangen. We gaan hem terugbellen. Je hebt een stout geweest. Even kijken, nog een keer. Oh, prachtig. Recent. Oké, jongens. We gaan hem terugbellen. Je hebt een heel stout niet met heen. Wat zeg je nou allemaal? Nou, jullie horen net twee piepjes maar dan komt er dat die dingen zijn wat je niet mag zeggen, meneer de bakker. Ja, oké, Jesse, jij wou het opbellen? Ja. Ja, nou, kom. Hallo? Hi, ik ben de kerstman. Oh ja? Ja, jij bent stout geweest. Oh. Ja. Volgens mij ben je Jesse of niet? Oh! Ja! Ja! En ik ben trouwens Sarah. En Sarah, het vriendinnetje van Jesse? Ik ben een meisje. En het meisje. Nou, hey, dikke doei! Hoi! Kom, we gaan eten! Ja! Hey Jesse, weer. Moeten we hier gaan zitten? Oh, lekker. Nee, want... Oh, gooi het allemaal deur, maakt niet uit. Zo, Pip. Hoe is het? Wat ben je allemaal aan het doen? Poepen nou eens doen. Hé, jongens. Ik zie jou weer een stiekje. Oké. Wat zullen we gaan doen? Hebben jullie iets wat jullie willen gaan doen? Ja! Ja! Sinds kort hebben ze een nieuw spelletje gekregen van Warner Bros. En dat heet Paw Patrol. Die kennen jullie misschien wel, dat zijn die hondjes. Daar was Jesse vroeger heel erg fan van. Oh nee, Sarah kon niet meer vooruit. Oh nee, drama, Pip. Dus Jesse was er vroeger al fan van. En nu is er een spelletje van. En die hebben wij dus gekregen. Die gaan we dus...
Wat je er ook voor op bent van? Ja? En nou, dan gaan we hier even lekker spelen. Wie gaat er meedoen? Ik ook! Kijk, en het is mijn Paw Patrol niet te doen. Nee. Nou, Sam, kom op, jongen. Ja. Oké, dus wat zitten jullie dat te doen? Ja! Ah, dit is wel. We spelen samen in de computer. Ja. We gaan samen delen, toch? Pip is geen touchscreen. Die denkt dat het een touchscreen is. Even verder drukken, Pip. Doe maar drukken. Even klikken. Oh, kijk eens voor je. Kijk eens. Oh, wauw. Hey, wat is precies de bedoeling van dit spelletje? Kijk, dat zijn we verschillende soorten doen. Eerst zijn kikkers rennen. Dan dus je hebt verschillende opdrachten, ja, en dan ga je eerst konijnen. Kikkers rennen, konijnen rennen. En nu ben je anders, maar je weet niet wat dat is. Oké, dus je krijgt elke keer verschillende opdrachten en die moet je allemaal goed uitvoeren. En dan ga je weer door naar de volgende. Ja. Oké, okay, vet. Dan hoef je nog doen, als ik wil veel staan bij konijntjes. Oké, bij de konijntjes. Is het een moeilijk spel of valt het mee? Of is het wel... Kijk, lopen. Ja, dat is lopen. Springen. En springen. Kijk, gaan we even naar de kijken. Oh, vet. Oh. Oh, dit is vet. Wat gaat hij doen? Oh. Wat is er? Oh, kijk dan hé. Oh, wacht, wacht, wacht. Sam, je moet even... Dat kan niet meer. Wat ga je nou doen? Tegen dit ding aan te plassen. Ja, dat is wel leuk. Ja, ik vind het leuk. Oh, hij is op het land gekomen en hij moet natuurlijk al wat. Dus elke keer kan je dus, kijk, deze mot hier zo, die kan dus elke keer kiezen uit drie verschillende dingen. Dit is, ze hebben iets met water. Nou, ik wou het uitleggen, maar Sam die denkt, zoek hem uit, die gaat gewoon lekker verder. Oh, die gaat er water in. Oh. Kijk, dat is pas een slimme hond. Daarheen! Daarheen! Nee, daarheen! Daar! Nee, daar! Ze zitten Sam helemaal gek te maken. Daar! Sam, daar. Denkt, ik moet die kant op, nee, ik moet die kant op, nee, ik moet die kant op. Daar! 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 Ja, Sam, nou even kijken, want dan krijg je waarschijnlijk weer dat je kan kiezen. Nee, natuurlijk niet. Dat is een goed idee. Wij zijn even benieuwd wat er met de hond gebeurt als je eronder gaat staan. Hond? Ja, hond. Dit is toch een hond? Ja. Ja. Dus je moet even gaan trekken. Trekken, 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 trekken. Stop. Ja, en nou eronder gaan staan. We willen even kijken hoe de hond geplet wordt. Ben je eronder blijven staan, hè? Jongens, dit wordt echt heel heftig. Oh! Oh! Ik denk, dat is een geplette hond, denk ik. Maar dat valt wel weer. Dus je kan eigenlijk niet zo'n dood gaan neer. Maar dat vind ik eigenlijk wel tof, want tegenwoordig al die spellen, dan word je allemaal maar geplet en vermoord en weet ik wat allemaal. En Fortnite ook. Ja, bij Fortnite ook, ja. Sam, wat ben je van plan? Snoepje. Vreedzak. Nee. Ik heb hier gezonde broodjes voor jullie. Ja. Ja, pak maar hè. Het is kerst tenslotte. Nee. Kijk, die zijn gewoon lekker gezond aan het eten. Kijk, je hebt dus verschillende missies. Je hebt red de eenden, je hebt red de schapen, red de konijnen. Die vindt Jesse trouwens natuurlijk heel erg leuk, hoe verrassend. Red een adelaar, red walvis. Elke keer als je een missie hebt, dan ga je door naar de volgende missie. Het is een heel kindvriendelijk spel. Het is wel anders dan alle geweld. Zeg, want welk spel hier heb je meer? Welk spel vind jij nou het leukste om te spelen? Welk spel jij nu het meest op dit moment? Pop Patrol, hè? Ja, jij vindt het een leuk spelletje. Hoeveel heb jij er al op? Hey, nee, vreedzak. Ah, Pip. Jij denkt, papa is aan het filmen, ik ga gewoon lekker... Nou, die brood vreet er niemand op. Nou, bedankt voor het kijken naar deze vlog waarin we een gezellige kerstdag gingen vieren. Samen met het vriendinnetje van Jesse, Sarah en haar hobbelpaard. En bedankt voor het kijken. Als je nog geen abonnee bent, zeker abonneren. En op een belletje drukken om geen enkele video te missen. En natuurlijk duimpje omhoog. En wat moet je als laatste doen, jongens? En? Ja. Een reactie plaatsen, ja, zo goed. En daar hebben we het al gezet. Hey, bedankt voor het kijken. Wij gaan nog even lekker verder met Paw Patrol spelen. En tot de volgende keer. Doei!